Yo mensen, daar ben ik weer met aflevering 2 van mijn Super Brawl Stars toernooi. Nou, het is niet mijn eigen toernooi, maar ik doe mee met het toernooitje. Het zijn namelijk minigames, 3 vs 3, duo showdown, solo showdown, alles door elkaar. En vandaag gaan we kijken of ik mijn eer nog een beetje kan redden. Want dit was de einduitslag van de vorige aflevering. Coco stond nummer 1 met 13 punten. Dan moet ik even Coco erbij pakken. Dit is Coco, bijna 80.000 trofeeën. Ja, het zijn allemaal goede spelers. Raman die staat tweede met 12 punten in totaal. Dus dat is ook wel erg lekker. Ja, dat is deze speler. 54.000 trofeeën. Maar Keroes die doet ook mee. Die staat samen met mij en Aaron onderaan. Dus die doen het nog niet zo heel goed. Maar we gaan in deze video kijken of we onze eer een beetje kunnen redden. We hebben hier een solo showdown map. Dus dat is wel erg nice. En nu is het gewoon iedereen tegen elkaar. En eens kijken of we nu wat hoger kunnen eindigen. In solo showdown ben ik meestal ietsjes beter. Ik moet alleen nog zo meteen even een goede knokker selecteren. Ja, dan weet ik nog eigenlijk niet echt wie ik ga kiezen, maar dat doen we zo meteen wel. En we hebben zo meteen ook nog een leuke minigame. En stel, ik win deze 2 games, kan ik heel misschien nog eerste worden. Maar ja, dan moet ik echt 2 keer eerste worden en dan moet de nummer 1 ergens onderaan eindigen. Maar ja, we gaan het zo meteen zien. Maar voordat we gaan beginnen met deze solo game, doe allemaal een duimpje omhoog. 2000 likes, heel nice. En als dat gaat lukken, en vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Blijf jij op de hoogte van al mijn video's. En mocht jij deze jongen willen supporten en iets kopen in de store, vergeet natuurlijk niet die code BOUS te gebruiken. Maar laten we maar beginnen en dan moet ik eerst even een knokker selecteren. Wat zou dan een handige knokker zijn waarmee je eventueel ook nog snel kan ontsnappen? Ja, daar zit ik even na te denken wie dan handig is. Carol is natuurlijk wel eentje die snel kan wegvliegen. Maar dat is denk ik niet echt hele goed. Ja, ik zit heel tactisch na te denken. Ik denk dat ik Gil ga gebruiken. Want die heeft zeg maar met zijn sterkracht dat ze vijanden lang kan vertragen. Met zijn super kan je ze wegduwen. En met je gadget kan je er ook voor zorgen dat de vijanden op afstand blijven. Dus ik denk dat dat wel een goede is. Dan doe ik wel even een shield. En dat we sneller lopen door bosjes. Is dat handig? Er zijn best wel wat bosjes. Dan doe ik die er ook bij. Dan gaan we daarmee spelen. En dan gaan we eens kijken of ik eerste kan worden. Ik had trouwens hier een puntentabel. Maar de nummer 1 krijgt 5 punten. De nummer 4 tot en met 2, 3 punten. En van 7 tot 4 krijgt 2 punten. Nou ja, we gaan gewoon lekker spelen. En we zien wel wat er terecht van gaat komen. Ik heb in ieder geval 2 kistjes hier. Dus dat is mooi. Ja, ik ben bang dat hier iemand achter zou gaan staan. Maar dat is niet het geval. Oké, is hier nog iemand? Nee, hier is niemand. Dan hebben we in ieder geval 2 krachtpunten, dus dat is lekker. Ik hoop echt dat ik in de top 4 kan komen. Want dan hebben we in ieder geval wat punten erbij. Ja, want 4 tot 2, dat is in ieder geval 3 punten. Die 3 punten heb ik echt minimaal nodig. Want mijn doel is in ieder geval niet laatste worden. En eigenlijk ook geen 1 na laatste. Dus ik hoop dat dat gaat gebeuren. Even kijken. Wat doet Aaron? Die heeft natuurlijk in de vorige video bij mij in het team gezeten. Maar we zitten nu eigenlijk al een beetje in de problemen hier zo. Even kijken. Nee, ik ga sowieso dood. Oké. Okay. No! Ai. Ik werd daar echt helemaal opgesloten tussen 2. Stoel was inderdaad ook een goede geweest om eventueel snel weg te kunnen. Je kan jezelf natuurlijk wel verdedigen als Gil zijnde. Maar dan moet je wel eerst je super hebben om iemand weg te kunnen duwen. En met je gadget kan je in het begin niet zoveel. Nou oké, dit is een beetje balen. Hoeveel punten kreeg je als je 9e werd geworden? Oh, dan kreeg je 1 punt in solo showdown. Dus ik heb 1 punt erbij. Nou, dan kan ik die er alvast voor mezelf bijtellen. Ik moet even de game afwachten om even te kijken hoeveel de rest gaat verdienen qua punten. Maar voor mij zijn op dit moment de concurrenten. Moet ik even kijken. Keroes en Aaron. Dat zijn de 2 spelers. Oh, daar is Aaron net gekild. Die het dichtst bij mij zit qua punten. Jep heeft ook niet zo heel veel punten. Is Jep nog levend? Ja, die is nog levend. Dus die gaan over mij heen. Ik ga zo meteen als laatste staan. Dus de volgende game moet ik echt beter mijn best doen. Moet ik er echt voor zorgen dat ik niet laatste ga worden. Ja, ik doe mijn best, maar het wil gewoon niet echt lukken. Dat is een beetje balen. Flippy was trouwens ook Gil. Ja, en die doet dit op zich wel lekker. Captain Town zit daar zo. Oh, en Keroes zit er ook. Die zitten nu volop in gevecht met elkaar. En Captain Town. Oh, die komt daar nu in één keer. En Raman die heeft hem nu gekild. Keroes wordt nu gekild. Dan hebben we nu Jep tegen Raman. En ik denk dat Jep dit gaat winnen. En inderdaad, Jep heeft gewonnen. Dus dan kan ik in ieder geval vast 5 punten bij Jep erop tellen. Die zit nu gewoon op de 9. Die had er net nog 4. We moeten even kijken. Gevechtlijst. Dan kunnen we hier aan de hand hiervan even iedereen punten geven. Dus ik zie jullie zo meteen als de punten zijn vergeven. En dan kijken we eens hoe we er dan voor staan.
Nou, de scores zijn ondertussen weer bijgewerkt. Niet al te best. Jongen. Raman die staat op dit moment eerste met 15 punten. Coco is ietsjes gezakt. Die heeft nu 14 punten. Kaas 13 punten. Dan heb je 3 spelers met 11 punten. Tijen, Flip en Captain. En dan heb je Jep met 9. Keroes met 5. Aaron met 4. En Joran met 3. Jongen. Oké, maar het kan nog natuurlijk allemaal een beetje goed komen. Als het goed is, hebben we nu zo meteen een Daryl race. Of gaan we nog een keer solo doen? Oké, we doen trouwens 2 potjes solo. Ik dacht even dat we 1 potje deden. Maar we doen 2 potjes solo showdown. Ik ga gewoon nog een keer met Gil spelen. En eens kijken of het nu wat beter gaat. Ik moet er nu voor zorgen dat ik niet meteen weer tussen een sandwich terechtkom. Want dat ik niet meteen 2 andere spelers om me heen heb. Want dan ga ik sowieso weer laatste worden. Of in de laatste paar plaatsen. Dat mag niet gebeuren. Oké, deze is geopend. En dit was niet zo lief van Jep dat hij dit meteen doet. Oké, dit is balen. Dit is heel erg balen. We kunnen even kijken of we wat hits kunnen doen op Coco. En die wordt daar ook meteen gesandwiched, dus dat is mooi. Ja, die krijgen meteen te maken daar met andere spelers. Oké, ik heb hier Aaron. Ai. Ik zit gewoon meteen weer niet lekker, jongen. Op de een of andere manier gaat het gewoon niet zo goed. Oké, zouden we Aaron ietsjes kunnen pushen? Daar is Keroes als Max zijnde. Ik denk dat Aaron nu meer in de problemen zit dan wat ik hier zit eigenlijk. En ik heb trouwens bijna mijn super. Dus dat is in principe ook wel lekker. Aaron die heeft zijn super verspild. Dus dat is wel fijn. We kunnen even kijken of we hier wat damage kunnen doen. We zitten in de top 8. Als we nog 1 of 2 plekjes hoger zitten, dan hebben we in ieder geval 3 punten te pakken. Dus dat is lekker. Eens kijken of we hier Aaron kunnen pakken. En dat gaat ook lukken. Nice. Oké, dat is mooi. We zitten in de top 7. En ik heb nu 3 krachtpunten. We zitten in de top 6. Lekker. En dan wordt ondertussen Keroes ook nog gekild. Inderdaad. Ondertussen zijn er allemaal max. Ja, iedereen is bijna Mac. Ja, dat is ook gewoon een hele goede knokker. Dus dat is ook logisch dat heel veel mensen Mac zijn. Hier is niemand. Ik heb trouwens bijna mijn... Nee, ik heb niet bijna mijn hyperkracht. Maar ik kom er wel bij in de buurt. Wat gaan we nu doen? Ja, ik vind het een beetje spannend om naar het midden te gaan. Oh, het zou echt nice zijn als we de top 4 ook nog kunnen halen. Want top 4 zou betekenen dat we in ieder geval ervoor hebben gezorgd dat we 3 punten hebben. Ja, dat zou ik al heel fijn vinden. Want als we nu doodgaan hebben we 2 punten. Dat is toch wel ietsjes minder. Ja, dat is zeker ietsjes minder. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik waarschijnlijk zo meteen niet meer laatste sta. Dat vind ik voor mezelf al wel een mijlpaal. Oké, No Life Tie zit hier zo. En nu moet ik trouwens hier even uitkijken. En ik kan hem even wegduwen. Ah, dat ging niet helemaal goed. We zijn 5e geworden. Ah, als ik iets langer had overleefd, dan was ik misschien nog uiteindelijk 4e geworden. Maar nee, we zijn nu 5e geworden. Dus dat betekent dat we 2 punten erbij hebben. We hebben Raman nog. Die staat trouwens eerste. Maar die gaat nu wel dood. Ja, 100%. Die gaat dit niet overleven. Oh, dat doet hij nog wel. Dan zijn ze nu met z'n 3 hier zo. Maar Raman, die gaat nu wel dood. Dan heb je Coco en No Life Tire. Oké, dan is dit wel een strijd uiteindelijk tot slot. En No Life Tire heeft gewonnen. Dus die krijgt sowieso de 5 punten. Dan ga ik iedereen weer even bij elkaar optellen. En dan zie ik jullie zo meteen als dat is gebeurd. Oké, dit zijn de nieuwe scores. Raman die staat nog steeds eerste. Coco daarachter met 17 punten. Ik sta nog steeds onderaan, maar nu gedeeld met Aaron. Dus als ik de volgende game boven Aaron eindig, dan ben ik in ieder geval niet laatst geworden. Keroes kan ik misschien ook nog inhalen. Maar dat komt ook omdat ik, Aaron en Keroes een 3-3 team waren. We hebben 1 keer gelijk gespeeld en 1 keer verloren. Daardoor hebben we best wel wat punten misgelopen. En daardoor heeft de rest best wel wat punten meer. In de 3-3 en duo showdown heb ik best wel wat punten laten liggen. Maar ja, daarvoor moet je de vorige afleveringen checken. Maar dit is in ieder geval de score van nu. Dan doen we nog 1 laatste minigame en daar sluiten we mee af. De laatste minigame, die gaan we nu doen. En hieruit gaan we dus de winnaar kiezen. Of nou, kiezen. De winnaar gaat hier gewoon uitkomen. Want als jij nu veel punten pakt, dan heb je uiteindelijk gewonnen. Het puntensysteem is hetzelfde als de solo showdown zoals net. Dus iedereen is voor zich. Alleen je moet zorgen dat je als Daryl zo snel mogelijk in het midden terechtkomt. En als je dat zo snel mogelijk doet, ja, dan krijg je veel punten. Daar komt het gewoon op neer. Nummer 1, 5 punten. 4, 3 en nummer 2 krijg ik 3 punten. De andere 2 en de laatste paar krijg je maar 1 punt. Dus ik moet nu zorgen dat ik in ieder geval voor Aaron ga eindigen. Want dan zorg ik er in ieder geval voor dat ik niet laatste ben geworden. Keroes kan ik heel misschien ook nog inhalen. Maar die kans is eigenlijk ook wel erg klein. Maar ja, we komen er vanzelf achter. Ja, ik ben heel benieuwd. Oh, we laden vrij snel onze super. Dus dat is lekker. Even een gadget aanzetten. Dus dat is mooi. Ik zal hier eventjes weggaan. Ik wil even wat levens erbij krijgen. Aaron moet daar eventjes oppassen. En iedereen gaat daarheen. Ik wil even wat levens erbij krijgen. Captain Town die is daar ondertussen bezig. En ik ga nu hier even mijn super inzetten.
Even kijken of dat lukt. Ja, dat lukt wel. Nee! Oh, dan mis ik hem. Oh, huh? No, oké. Ik heb nu een probleem. Mijn super die laat wel, maar het gif komt er ook al bijna aan. Oké, de volgende die moet ik raken. Want anders ga ik nu al meteen af. Dat zal echt heel erg stom zijn. Oké, ik heb nu mijn super. Eens kijken of het nu wel goed gaat. Ja, nu gaat het wel goed. Even mijn gadget aanzetten. En dan gaan we eens kijken wat hier terecht van gaat komen. We kunnen even hier langs. Ja, dat is mooi. Aaron die zit hier nu ondertussen ook. Kan ondertussen even mijn super laden. Ja, dan kunnen we in ieder geval met z'n tweeën hier even langs gaan. Kunnen we eens kijken of we de schade nog kunnen inhalen. Dat zou wel mooi zijn. Ja, ik denk wel dat het heel erg pittig gaat worden om dit nog te halen. Hoe moeten we hier langs? Oh, we kunnen gewoon hier langs. Oké, dat is prima. Ik zal even mijn gadget aanzetten. En dan kunnen we hier even langs. Ben ik benieuwd of dit nog goed gaat komen. Oh, donders. Hier zijn we gewoon al. Moet even levens erbij krijgen. Maar dan kunnen we in ieder geval hier elkaar nog even aanvallen. Het is eigenlijk nu een race tussen Aaron en mij. Ja. Oei, oei, oei. Oké, we hebben allebei onze gadget. En dan kunnen we hierheen. En dan even kijken. Ah, dan is Aaron nog eerder dan wat ik ben ook nog. No way. Dan ben ik uiteindelijk laatste geworden. Het is nu alleen meer de vraag wie is als eerste gefinished. Want die heeft namelijk bijna gewonnen hier zo. We kunnen elkaar nog even killen. Dit was echt kansloos. Ik en Aaron waren niet goed gewoon. We zijn gedeeld laatste geworden. Ja. Nou moet ik ook zeggen dat er heel veel goede spelers zijn. Maar we moeten even de herhaling terugkijken. Om vervolgens te kunnen bepalen wie uiteindelijk als eerste in het midden was. Dus ik ga eventjes kijken wie als eerste hier in het midden was. En aan de hand daarvan kunnen we natuurlijk de punten gaan geven. Want de nummer 1 die krijgt namelijk 5 punten erbij. Moeten we even iets vooruit spoelen. En dan ben ik benieuwd wie uiteindelijk hier als eerste was. Oh, ze gingen via die andere kant ook heel snel. Yo, Coco die zat hier al. Even kijken, iets vooruit spoelen. Dan denk ik dat Coco daar, of was Flippy daar als eerste? Dat zou ook kunnen dat Flippy als eerste was. Dan zullen we eens bekijken wie hier als eerste naar het midden ging. Coco en... Oh, dit was echt gekkenhuis. Flippy en Coco waren er als eerste heel erg snel. Raman, die stond ook heel hoog. Maar die was hier pas. Dus Flippy en Coco. Maar ik moet even kijken wie als eerste is geworden. Ik zal even overleggen met de rest. En dan kunnen we dan de scores aanpassen. Nou, uiteindelijk na veel kijkwerk en overlegwerk hebben we het bij elkaar kunnen vinden. Raman is uiteindelijk eerste geworden met 20 punten. Tije tweede met 19. Ja, en uiteindelijk helemaal onderaan staan Joran en Aaron. Aaron heeft het toernooi georganiseerd. Ik doe mee als grote creator en we worden laatste. Ik vond het wel heel leuk om mee te doen. Maar het ging niet zo best. Het ging niet zo best. Ik heb... En wil jullie allemaal wel bedanken voor het kijken. Als je hebt genoten, vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. Dus natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Heb jij ook zo donders genoten van deze video? Dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus zeker weten, even checken uit. En abonneer, dan blijf je natuurlijk op de hoogte van al mijn video's. Dan word je lid van de Bowser Army. Doei, hè!